Goed, we gaan naar onze Concu Manager. Dus een handig toeltje. We gaan daar de zaken gaan openen, editeren. Edit file manually in een text editor. Dus om te beginnen bijvoorbeeld met de general, dus deze. Hier missen we een aantal zaken. Zoals je ziet heb je hier een motherboard en een manufacturer. We gaan eens kijken waar die code ergens zit. Ctrl F. Modder is genoeg. Voilà. Close. Dus hier heb je een programmaatje voor nodig. DMID-code. DMID-code. Dus na een nieuwe installatie is dat nog niet aanwezig. Dus we gaan een nieuw bestandje aanmaken. Extra Concu. Oké, dus we hebben hier een bestandje extra Concu. We gaan dat alvast openzetten. Een beetje kleiner maken. Dus krijgen we te veel schermpjes. Dan doen we nog eens Ctrl-Alt-T. Terminal open. Deze commando. Dit commando. Waar zijn we dit meer al? Hier, DMID-code. Als we dat zouden intypen, die code. Dan zegt hij permission denied, sudo DMI decode. Oh, ga ik kloppen, DMI decode. Zo, paswoord erin. Dus die informatie is wel degelijk beschikbaar. Het programma bestaat. We krijgen allemaal informatie over allerlei elementen vanuit de computer, zeg maar. Ik zag daarnet al de American Megatrends, dat is de BIOS, dacht ik. Ja, hier bovenvoor, BIOS staat erop. Zie je? En dan al die informatie staat hier. Asus Tech, dat is mijn computer, zeg, mijn motherboard. Dus die informatie, die heb ik, die hier staat, die staat hier in dit tekstje. En dan met die informatie ga ik er iets mee doen. Bon, maar, je ziet, we moeten daar een sudo voor typen. Dus we moeten daar root voor zijn. Dus die sudo ervoor willen we kwijt. Wat doen we dan? Dan moeten we schmodden, schmods, user plus s. En dan zeggen we DMI, dat was het wel, DMI decode. Can't access DMI decode, no such file. Sudo DMI decode. Kent hij niet, dus moeten we dan gaan zoeken waar dat ergens staat. Zo van buiten. Oh. Dat is misschien interessant om nog uit te leggen. Update db. Interessant. Als we sudo zijn tenminste. Voilà. En dan locate. Want ik weet niet waar het staat. Locate dmid code. Voilà. Nu weten we dat het in de user sbin dmd code staat. En dan gaan we terug onze schnot doen. Daar moeten we wel baas voor zijn. Dus sudo, streep rechten, zeg maar. Schmot, user plus s. En dan slash u en dan tab. S en dan tab. Twee keer tab. Dus sbin, share, source. De b, tab. En dan dm, tab. Enter. Voilà. Op dit moment gaan we het scriptje effectief kunnen laten lopen en zullen we merken dat deze informatie ervoor zal zorgen dat we dat allemaal lezen. Dus kopie, dat komt hierin te staan. Paste, we gaan er een scriptje van maken, moet ik de volgende keer niet opnieuw typen, gewoon dat scriptje runnen. Dit runbaar maken of executable van maken. Permissions, rechte muisklik. Voilà, done. De volgende keer is dat een mogelijkheid. We gaan eens vlug controleren dat dat werkt. We zetten hem af, we zetten hem op. En de informatie is beschikbaar. P5KQ zie ik op mijn rechterscherm staan. Ik kan jullie dat niet laten zien. Maar geloof mij vrij, het staat. Dus de general is in orde. Dezelfde analyse zouden we in de harde schijf moeten kunnen doen, want ik zie daar ook informatie staan die weg was. Dus deze informatie, die Western Digital Caviar Blue. En we gaan daarop eens
control find sd. Find, hier hebben we de smart CTL commando. Idem dito, gaan we eens kijken. Smart sctl, zit erop? Nee, is niet geïnstalleerd, zegt hem. Dus dit moeten we nog eens opnieuw installeren. Hij zegt wat we moeten doen: sudo apt-get install smart mom tools. We gaan dat weer even bewaren voor de volgende keer. Copy. Enter. Paste. Save. En hier doen we dan enter in de smart. Dit is een terminal. En die smart tools zijn gemaakt, zijn geïnstalleerd. Dus smart en tap tap, ctl, enter. Heeft van alles nodig, zegt hij. Dat zal de device, oké, dat is device sd, bijvoorbeeld. Permission denied, hetzelfde problematiek. Sudo, we moeten er weer baas voor zijn. Voilà, dat is al informatie over onze harde schijf. Hoeveel tijd dat hij opgestaan heeft. Power cycle down en zo verder. Ja. Oké, hier zitten de commando's in die we gebruiken. Smart CTL e device SDA. Dus Ctrl C in de terminal, Ctrl paste. En dan effectief. Zonder sudo gebeurt er niks. Dus dat is de informatie van mijn SSD harde schijf. By the way, solid state disk. Please do it. Maak je PC niet zo snel. Bon, idem dito. We missen hier nog iets. Dus sudo schmods die user plus s. En dan moeten we weer de plaats kennen waar dat staat. We gaan dat gewoon nog eens opnieuw zeggen. Smart laten zien hoe je dat moet opzoeken. Dat vind ik raar dat het daar staat. Ah ja, update db natuurlijk. Sudo update db. En dan locate. Voilà. De database update, want anders zien we het niet. Hè? En dan gaan we terug die schmot. Pijltje omhoog ben ik aan het doen, by the way. Pijltje omhoog, pijltje omlaag, pijltje omhoog, zie je. Schmot. User plus S. En dan gaan we de hotdog slash user slash SB slash smart. Dat zal genoeg zijn. Tap. Nee, nog een C. Dus nu gaan we dat weer rechten geven. We mogen geen rechten geven, dat is alleen de baas die het mag. Dus sudo schmot. En vanaf nu kunnen we de informatie zien van de harde schijf. We gaan het eens controleren door die op te zetten. En inderdaad, op mijn rechterscherm staat daar Intel 520 Series. En die informatie is beschikbaar nu. En zo ga je dus verder te werk. Zodanig dat al die informatie zichtbaar is. Je hoeft dat niet allemaal dus in detail te gaan doen. Ik dacht misschien toch eens een keer uit te leggen. Het is toch interessant om te weten. Maar hier zullen we dan stoppen. Er zijn nog andere zaken die zelfs in het scriptje zullen bijgezet worden. En die kan je dan gewoon downloaden.